Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 2 maart. Ja, er vielen vandaag eh, toch nog wel wat buitjes, wat regen. Maar die regen die trekt nu wel naar het oosten weg. En vanuit het westen wordt het droger en klaart het ook op. Maar een enkele bui blijft nog wel eventjes mogelijk. Hoor. We zien het hier ook op de radarbeelden. Zo in de middag toch nog wel diverse buitjes die er over de oostelijke helft van het land valt. Maar het wordt dus geleidelijk aan wel wat droger. En vanavond en vannacht ziet het er ook wat rustiger uit. Dit is een satellietfoto van vanochtend. En op die satellietfoto zien we die bewolking overschuiven die die regen... Maar als we dan naar het Westen kijken, dan zien we duidelijk wat meer opklaringen. En daar gaan we dan ook vanavond en vannacht langzaam maar zeker van profiteren. Maar het is tijdelijk, want het blijft erg wisselvallig weer. Nog steeds veel lage druk in onze omgeving. Met name ten noorden van Nederland zien we lage drukgebieden, maar ook boven de oceaan. En dat betekent gewoon een heel wisselvallig weerbeeld met van tijd tot tijd neerslag. Straks, dus die wat drogere periode, maar morgen trekt er alweer een storing over. En ook zaterdag in de loop van de dag weer kans op regen. Allemaal dankzij die lage drukgebieden die maar blijven tollen, zo rond Groot-Brittannië. Nou, vanavond en vannacht is het dan tijdelijk eventjes wat rustiger. In het oosten trekt de laatste neerslag weg. En vanavond dan daalt het kwik naar zo'n 4 tot 6 graden. En staat er een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vannacht kan het dan nog wat verder afkoelen. En met name landinwaarts komt de temperatuur toch wel in de buurt van het vriespunt. Het blijft er waarschijnlijk net boven. Maar misschien op een enkele beschutte plek dat het toch nog eventjes tot vorst aan de grond gaat komen. In het westen, daar wordt het zo'n graad of 3. Ja, en morgen dan begint de dag met vrij veel hoge bewolking. En vanuit het zuiden wordt die bewolking dan dikker. En zo rond het middaguur denk ik dat de eerste neerslag in het zuiden gaat vallen. En die neerslag die trekt dan geleidelijk aan naar het noordoosten toe. Het laatst dus de regen morgen in Groningen. Daar zijn ook in de ochtend nog wel wat zonnige momenten. De aangevoerde lucht die wordt wel zacht met een zuid tot zuidoostenwind. De temperatuur kan in het zuiden op gaan lopen naar zo'n 12 tot 13 graden. In het noorden wordt het een graad of 8. En de dagen erna, ik gaf het al aan, het blijft wisselvallig. Waarbij het wel zaterdag zo is dat het opvallend zacht gaat worden. Met 12 tot lokaal 14 graden in het oosten en zuidoosten. Maar helemaal droog blijft het niet. In de loop van de dag nemen de neerslagkansen toch wel weer flink toe. Ook zondag af en toe regen bij temperaturen rond de 10 graden. En maandag wordt het maximaal een graad of 9 tot 10. En ook dan overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.